Dag iedereen en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een shoplog voor jullie in petto. En eventjes, als je nog niet op mijn kanaal terechtgekomen bent, als dit de eerste keer is dat jij op mijn video klikt, dan wil ik toch je vragen om te abonneren als je het leuk vindt. Dus doe dat dan zeker door op de rode knop te duwen. En dan gaan we gewoon nu beginnen met de video, want ik heb heel veel spullen gekocht. Dus ik moet jullie heel veel laten zien en dat gaat echt een eeuwigheid duren. Hopelijk net niet te lang. Maar ja, bon, we gaan gewoon beginnen. Ben ik natuurlijk gaan shoppen in Primark. Ik heb eigenlijk niet zoveel winkels gedaan. Ik heb een Primark gedaan. Ik heb Zara gedaan. Dus we zullen beginnen met de spulletjes die komen uit de Primark. Als eerste heb ik deze pyjama broek gekocht. Ik dacht ik begin even met het stomste. Want ik had eigenlijk al zo'n broek gekocht. Ik weet niet of jullie mijn vorige shoplog hebben gezien van Primark. En daar zit die broek eigenlijk ook in. Buiten dat deze eigenlijk een witte strik heeft. Die andere had dat niet. Maar ik ben daar zo tevreden van. Ik doe die heel vaak aan als pyjama. En ook gewoon om thuis rond te lopen. En die was een beetje aan het verslijten, dus ik dacht ik koop hem gewoon nog eens. Dus dat is het eerste dat ik gekocht heb. Vervolgens heb ik ook een witte broek gekocht. Dat is een witte jeans. En die heeft 13 euro gekost, want dat is natuurlijk geen geld, maar dat is logisch voor Primark. Beneden heeft hij een rits op de zijkant. En ja, ik vond hem super leuk. Is heel zomers en is heel leuk als je er een gekleurde t-shirt op aan doet of een topje. Die komt ook iets korter van onder, dus dat is super leuk als je daar sneakers op aan doet. Ik ga wel geen try-on shoplog doen vandaag, dus als je wilt zien dat deze staat, moet je hem zelf gaan passen in de Primark. Het derde item dat ik gekocht heb in Primark is dit zwarte jumpsuitje. Korte broek beneden en is hier aan de middel eigenlijk een beetje samengespannen. En van boven is het zo wat, ik weet niet, tankertop heet dat denk ik, achtig. Het kostte 17 euro en er hangt ook een ketting aan, maar die ketting kan je er ook afhalen, wat super handig is. En het heeft ook een open rug. Dat ziet je natuurlijk niet zo goed. Ik vond het super mooi en super zomers. En dat is echt zo perfect om naar een barbecue te gaan of zo. Volgende dat ik gekocht heb is dit lange pulletje, truitje. Het heeft lange mouwen. Maar het is, zoals jullie zien, vrij doorzichtig stof. Je ziet de lichtjes van mijn bed er een beetje door. Dus het is heel dun. En dat is eigenlijk zo gemakkelijk voor als je dus zomers gekleed bent, maar dan toch wel warm wilt hebben. Of als het 's avonds koud wordt, dan kun je dat aandoen. Dat valt echt super lang. En hier van voor valt dat ook zo wat losjes. Dus ja, een grijze gelee. Het volgende dat ik gekocht heb is een t-shirt van Disney. En die heb ik eigenlijk vooral gekocht voor het opschrift. That's the real trouble with the world. Too many people grow up. Ik vind dat het echt geen kwaad kan om soms nog eens kind te doen. Om soms nog eens onnozel te doen. Iedereen moet dat kunnen doen. Deze t-shirt kostte 10 euro. Het volgende dat ik gekocht heb is weer een t-shirtje. Deze keer is het in het midden hier. Zo suede. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is een stofje dat heel zacht aanvoelt. Dus dat is echt zo'n t-shirt. Als ik dat aan heb, ben ik de hele tijd over ga wrijven, denk ik. Deze kostte maar 8 euro. En het laatste kledingstuk dat ik gekocht heb is dit vestje. Het is een khaki vestje met stukjes leer. Of ja, het is fake leer eigenlijk. Het ziet er zo wat leerachtig uit. En het heeft zo gouden ritsen op de zijkant en zo. Het is echt zo'n stoer vestje. En ik hou daar wel van om af en toe zo eens van die stoerdere kledij aan te doen. Dit is eigenlijk het duurste dat ik gekocht heb in de Primark. En dat was 23 euro. Wat eigenlijk nog altijd redelijk weinig is. En ik vind dat echt super leuk. Ik kan echt niet wachten om dat aan te doen. Dat waren alle kleren die ik heb gekocht in de Primark. Voor de rest weten jullie dat er in de Primark ook nog andere dingen te koop zijn. Bijvoorbeeld dingen voor het home of accessoires en van die dingen. En natuurlijk heb ik mij daar ook een beetje in laten gaan, mij kennende. Ik heb eigenlijk veel te veel prol gekocht, maar jullie zullen dat wel zien. We zullen gewoon beginnen. Het eerste heb ik al uitgepakt, want ik kon echt niet wachten met dit te gebruiken. En kijk, het zijn gewoon lichtjes. Hoe schattig is dit? Ik vond dat echt gewoon super mooi omdat dat roze goud is. En jullie zullen binnenkort nog een video zien waarin jullie mijn obsessie voor roze goud zullen ontdekken. Dus daar komt later nog meer over. Als tweede heb ik dit. En dat is een beker om koffie uit te drinken onderweg. Ik doe dat wel vaak de laatste tijd dat ik zo onderweg ben. En dan 's morgens bijvoorbeeld naar mijn werk rijd. En dan koffie onderweg wil meenemen. En ik had dat altijd in een gewone beker gedaan. Maar natuurlijk vliegt de koffie er dan over. Dus zeer handig. Ik heb ook schoenen gekocht in de Primark, of tenminste sandalen. Al mijn sandaaltjes van de voorbije jaren waren versleten, dus ik had er echt wel nodig en ik heb gekozen voor kleurrijke en zwarte. De zwarte waren 8 euro en de kleurrijke waren 10 euro. Dus ja, voor schoenen vind ik dat echt wel heel weinig. Dus voilà. Het volgende dat ik heb gekocht is dit ding. En ik weet eigenlijk echt niet meer waarom ik dat gekocht heb. Het was 4 euro, misschien daarmee. Het was 4 euro, maar 4 euro was heel cute. Het is gewoon een drinkbeker om water uit te drinken of cola of iets anders.
Blijkbaar heb ik ook een sleutelhanger gekocht. 3 euro, wat eigenlijk is dat veel. Voor deze pompon, ik dacht van, dat is handig als mijn sleutels in mijn chacoche zitten. En ik vind die niet. Ja. Dan nog 3 broldingetjes. Dit hier, dat zijn zo van die dinges. 6 euro voor calipo's mee te maken. Ik weet niet of jullie dat nog kennen van vroeger, maar als ik klein was, had ik super graag calipo's. Ik ga dat proberen open doen en aan jullie laten zien. Maar dit is gewoon om zelf je eigen calipo te maken. Dus dan kan je het zo uittuwen, zo waterijsje. En ja, ik weet ook niet waarom ik dat heb meegenomen, maar het is gewoon leuk. Dus ja. En om in de ijsjes mooi te blijven, heb ik nog dit. Dat is ook om ijsjes mee te maken. Waarschijnlijk ook waterijsjes. Of geen waterijsjes. Maar ik vond het gewoon super schattig. Ah ja, en dit was 3 euro. Dus. En als laatste brolding heb ik dan nog dit voor de ijsblokjes. Dat is eigenlijk nog best wel handig. Als je zo'n cocktail drinkt in een lang glas. Dit is zo'n rietje waar je dan ijsblokjes rond kunt laten smelten. Allee, of ja, hoe moet ik dat zeggen? Die ijsblokjes zitten rond die rietjes vast. En dan zit je dat in een lang glas. En dan, ja, dat is kei overbodig, maar kei tof. Dan heb ik ook een paar oorbelletjes gekocht. Ik draag dagelijks oorbellen en liefst altijd andere. Dus daarom, deze grote waren 2 euro en dan het paletje met allemaal kleintjes waren 2,50 euro. Vervolgens heb ik ook elastiekjes gekocht voor in het haar. Dat zijn zo die nieuwe met die krulletjes en ze zeggen dat dat geen bekjes laat in je haar. Als je zo je haar in een staart doet, kan dat zo blijven staan. En deze zouden je haar minder beschadigen en die zouden je haar dus niet zo laten staan. Dus ik ben super benieuwd om dat uit te testen. Ik heb er gewone gekocht, dus in het zwart, bruin en doorschijnend. Dan heb ik er ook zo gekocht die groter zijn en met goud en roosgoud en zilver. Ook voor in het haar heb ik dan deze speld gekocht. En dat is eentje van 3 euro en dat is gewoon zo een speld om je haar samen te doen. En ik vond hem heel mooi met diamantjes en bloemetjes. En als allerlaatste heb ik een ketting gekocht. Dat kwam eigenlijk omdat ik mijn ketting die ik die dag aan had verloren was. En ja, ik zoek nu gewoon een excuus, maar ik dacht van ik ga die dan aan doen ter vervanging. Maar ik ben dat die dag helemaal vergeten, dus ik heb die eigenlijk gewoon niet aangedaan. Dus nu heb ik gewoon een ketting gekocht. Zonder reden. En als allerlaatste uit de home sectie heb ik dus nog een kaars. En alweer roosgoud. Deze was wel duur, 7 euro. Ik vind dat eigenlijk best wel veel voor een kaars. En ik was echt aan het twijfelen, maar ik vond hem zo mooi. En ik denk dat ik die daar ga zetten voor de volgende video's. Zo, dat was alles uit de Primark. Ik ga nog even heel snel laten zien wat ik gekocht heb in de Zara. Het zijn maar 2 dingetjes, dus daar zijn we heel snel door. Het eerste dat ik in de Zara gekocht heb is dit jeanshortje. Het is eentje met allemaal lipjes. De patchkes, dus of ja, ik weet niet hoe je dat in het deftig Nederlands zegt. Maar die dingetjes zijn super in de mode nu. Tegenwoordig zie je dat op alle kledingstukken. Jeansvestjes, hemden. Overal vind je die op. En daarom vond ik dat ik dit zeker in mijn kast moest hebben. Want het is gewoon super schattig. Het was €29,95. Als je van de Primark komt, is dat wel heel duur. Maar ik kon hem echt niet laten liggen. En eigenlijk om daarop te combineren, heb ik dit topje gekocht. Het is ook zo'n tankertop. Ik weet eigenlijk niet of ik dat woord juist zeg. Maar dat is zoiets. En dan steek ik dat in dat jeansshortje. En dat stond er echt heel mooi bij. Dus ik kan echt niet wachten om dat eens aan te doen. Als je het weer nog zou mee willen, dan zou dat echt wel top zijn. En als allerlaatste ben ik nog even gestopt in de Zep. Daar hebben ze heel veel kleren, maar ook juweeltjes van IM. En daar heb ik deze van gekocht. Ik vind die ook super schattig. Ze zijn heel festivalachtig. Eigenlijk heb ik deze gekregen van mijn mama. Dus toch niet alles betaald. Voilà, ik denk dat dat het was voor deze shoplog. Dan wil ik jullie bedanken om te kijken. Als je deze video leuk vond, vergeet dan natuurlijk geen like te geven. Dat zou me super, super blij maken. Zoals altijd. Abonneer op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jou volgende keer in een nieuwe video. Dus tot volgende keer. Dag!